weet je, het is ons aankomen waaien. Eigenlijk is dat de goede omschrijving. We hebben om 3 uur 's nachts in de lobby van het hotel, toen we met Muziekreis Turkije op vakantie waren met 600 andere mensen, hebben wij om 3 uur 's nachts in de lobby, hebben we in één keer, kregen we het over tegeltjeswijsheden. En zo ineens roept Stef naast mij in de stoel van, lieverd, dik in de kist, nou weer een feestje gemist. Ik zeg, nou lieverd, want ik had de gitaar bij me, dus ik begon meteen te zingen. En we keken elkaar aan, we zeiden, dat is gewoon leuk, daar moeten we wat mee gaan doen. Dat liedje maken we morgen af bij het zwembad. Nou, de volgende dag om 10 uur hebben we afgesproken bij het zwembad. En om 11 uur was het liedje klaar. En we hadden echt het idee van, het is een leuk grapje. Maar de mensen werden helemaal gek van dat nummer op dat moment. Dus toen hebben we gezegd, nou, misschien moeten we dan toch wel eens denken aan een singeltje of zo. En zo is het eigenlijk gekomen. We hebben ook gezegd, als je ons 2 maanden geleden gevraagd had, gaan jullie samen een plaat maken? Dan hadden wij elkaar aangekeken van, nou, weet je, het is een leuke vent, maar om er dan meteen een plaat mee te maken is wat anders. En dat was bij Stef net zo. Maar ja, het komt je aanwaaien, zoiets. En wat is dat ook jouw motto dan? Liever te dik in de kist dan een feestje gemist? Nou ja, ondertussen wel. Ja. Ik denk dat het bijna niemand ontgaan is dat er bij mij ook een paar kilootjes aan zitten. En laten we zijn, heel eerlijk zijn. Het is natuurlijk een liedje met een hele dikke vette knipoog. En het is ons echt niet de bedoeling om de mensen zich vol te laten vreten totdat ze ook gaan. Maar je moet genieten. En tegenwoordig heeft iedereen een ideaalbeeld. Je moet slank zijn en je moet een sixpack hebben. En wij zijn gewoon lekker de levensgenieters. We houden van een glaasje bier en we houden van lekker eten en we houden van feestvieren. En ik denk dat daarom misschien de tekst ook wel gewoon voor heel veel mensen aanspreekt. En iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die een maatje te veel is. En dat vind ik gewoon prachtig om terug te zien in het publiek. Maar wij zeggen gewoon, geniet nou ook maar eens een keer, want het is allemaal leuk. Ik zag laatste spreuk, dat is ook een leuke, die moeten we onthouden. Je kunt beter 14 dagen je schamen op het strand dan 365 dagen moeten beulen in de sportschool. En dat zijn ook van dat soort kreten, weet je wel. En misschien maken we ooit nog wel een keer een heel album vol met dat soort tegeltjeswijsheden. Nou, je hebt het er inderdaad al over. Hoe moet je hierna verder, naar zo'n hit? Ja, weet je, uiteindelijk zijn we niet met dit nummer begonnen om te zeggen van we worden een duo. We zijn geen Gebroeders Co of we zijn geen Dikdakkers. Wij zijn gewoon Stef Eckel en René Kast. We zijn 2 afzonderlijke artiesten. Maar dit is wel iets wat smaakt naar meer. Maar we weten nog niet of we daar de tijd überhaupt voor krijgen, de inspiratie voor vinden. De tijd zal het leren. Eerst even genieten. Ja, absoluut genieten. Ik bedoel, wij hebben tegen elkaar ook gezegd, dit is, René zegt het heel mooi, het is aankomen waaien. Maar het is gewoon een prachtig cadeau en we pakken het heel voorzichtig uit en we zien wel wat erin zit. En tot die tijd gewoon lekker genieten.